We zijn al in de tweede week van januari 2022 en het schijnt dat de economie van het land in een diepe slaap is gesust. Het komt met slakken gang op gang en we spraken hierover met parlementariër Mahinder Joggi, die aangeeft dat daadwerkelijk de economie van Suriname heel moeilijk op gang komt. Maar dat is niet te wijten aan de regering. Integendeel gaat de regering er hard tegenaan om te zorgen dat de economie van het land weer gezond wordt. U hoort Mahinder Joggi, parlementariër, in gesprek met TBN Prime Alert. Wanneer er een toverformule te koop zou zijn, zou iedereen dat kopen. En dan was het probleem binnen een paar uurtjes opgelost. Er is geen toverformule. Er is voor geen enkel land, voor geen enkele financieel-economische malaise, een formule van dit is het. X en Y is Z. Pas hem toe en dan krijg je die diagram, die lijndiagram. Dat is het niet. Elke situatie is anders. Elk land is anders. In elk land is het volk anders. Toch? En je moet met alles rekening houden. Dus de regering heeft de discipline opgebracht om te kunnen voldoen aan de eisen van het IMF. En dat heeft Boutersen niet gedurfd, 10 jaar lang. Het feit dat deze regering onder aanvoering van president Santokhi het gedurfd heeft om in zee te gaan met het IMF, getuigt van durf en moed. Dat men inderdaad de beperkingen die worden opgelegd, dat men met die beperkingen in handen toch het land uit de crisis kan halen. En ik denk dat we daarvoor moeten gaan. En dat is een proces. Dat is een proces dat tijd gaat nemen. We zijn inderdaad, vandaag is 13 januari, we zijn bijna 2 weken verder in januari. En u gaat het niet merken. U gaat het merken midden van het jaar. U gaat merken aan het eind van het jaar. U gaat het merken na 2 jaren. Het is precies wanneer wij geboren worden, beginnen we niet direct te rennen. Wanneer u een plant in de grond zet, draagt u niet gelijk vruchten. Er is een proces dat u moet afwachten. Verzorgen, verzorgen, verzorgen. Onderhouden. En na 3 jaar of 5 jaar, afhankelijk van wat u hebt geplant, gaat u de vruchten oogsten. Zo is het ook met herstel van de economie en de financiële-economische crisis en de schuldenlast. We zijn bezig, de regering is bezig te investeren. De regering is bezig te voldoen aan randvoorwaarden. Het IMF is een van de voorbeelden. De beperkingen die ons worden opgelegd hier, financieel, economisch, dat zijn voorbeelden. Toch? Niet dat men graag dat wil doen, maar om die economie te herstellen, zal je beperkingen moeten opleggen aan jezelf als regering, als staat aan jezelf, als land aan jezelf. En dan kunnen we samen eruit klauteren. En dat gaat gebeuren. Heer Joggi, nu we toch wel straks gaan naar 2 jaar van deze regering in mei, hoor je wel eens, toch wel hoor je mensen zeggen dat de huidige coalitie, dat is duidelijk wat ze aangeven, dat het duidelijk is te zien dat men in feite alleen op basis van losse beloftes het volk aan zich gaat kunnen binden. Nee. Wanneer u ziet, nogmaals, ik laat het herhalen voor de zoveelste keer, dat de regering de discipline oplegt om in zee te gaan met IMF, betekent dat het gaat om een moeilijke operatie, welke die regering bereid is uit te voeren met het oog op 1 ding. En dat is namelijk wat beloofd was, herstel van de situatie in het land. Dat is het. En het zijn geen losse beloftes. U ziet dat de president hemzelf enkele keren is gegaan naar het buitenland. En dat de relaties met buitenlandse mogendheden zich aan het herstellen zijn. We krijgen straks na een week, 20 januari, de president van Brazilië op bezoek in Suriname, de president van Guyana op bezoek in Suriname. Dat is niet uit de lucht komen vallen. Dat heeft een traject gehad, maar er is ook vertrouwen om te praten met die president van ons, president Santokhi, in wederzijds belang. Dus u ziet dat mensen waarde hechten en vertrouwen hechten aan deze regering. En misschien vindt men
dat de regering losse beloftes doet of heeft gedaan voor de verkiezing. Maar campagne is campagne. Maar ik denk niet dat we leugens hebben verteld tijdens de campagne. En ik denk ook niet dat we dingen doen die niet gebeuren, dat het geen dingen zijn die we beloofd hebben. Alles wat er gebeurt en waaromheen alles draait is herstel van de crisis in het land. En binnen dat herstelprogramma moet je ook rekening houden, ja, dat er mensen zijn die geen brood op tafel kunnen leggen. Moet je rekening houden dat het arme gezinnen zijn en zwakke gezinnen zijn die geen schoeisel kunnen kopen voor hun kinderen. Moet je rekening houden dat mensen geen huis hebben om erin te wonen. En recent, 29 december, de laatste vergaderdag, is de wet loonbelasting en inkomstenbelasting gewijzigd. Dat daar de regering 40 miljoen SRD op maandbasis derft. Meer dan 1 miljoen SRD per dag. Waar gaat dat geld naartoe? Dat geld gaat naar die loontrekkers. Dat die mensen beter kunnen uitkomen. Op jaarbasis uitgerekend gaat het om 480 miljoen. Die de regering minder gaat ontvangen. Ondanks de diepe crisis waarin we zitten. Ziet u dat de regering een gebaar maakt naar die samenleving. We verdelen geen aardappelen en uien. Maar we laten het geld in de zakken van de mensen. Dat ze zelf daarmee iets kunnen kopen. En dat was toch een van de beloften van meneer Santokki voor de verkiezing. Van u gaat zelf bepalen wat u gaat kopen. Wij gaan niet voor u bepalen. Het zijn geen losse beloftes. De regering doet haar best. We werken, de regering werkt hard. Het is niet makkelijk. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat langzaam, dat begrijp ik. En we vragen daarvoor begrip. De problemen zijn nog niet opgelost. Daarvoor vragen we ook begrip. En laat mij ook zeggen, het gaat nog lang duren. No praxeri tak tamara of tratamara. Het gaat nog lang duren. Het gaat nog een tijdje duren. Die crisis is te groot. Die gat is te diep. Die krater is te groot. Het gaat nog lang duren. Maar we gaan eruit komen met deze president. Men verwijst, heb ik opgemerkt, heer Jogi Vaker, naar de wet van 29 december. Maar wat men niet verder, of dat men de lijn niet doortrekt met de prijzen in de winkels. De prijzen in de winkels, daar is er een grondslag voor. En de grondslag is die wisselkoers. Alles wat we consumeren in dit land, gaat u kijken in die supermarkt. Alleen die bananenchips, die cassava chips en die bredebon chips is van Suriname. Ook nog gemaakt met geïmporteerde zout en geïmporteerde olie. Toch? En zouden we trots daarop moeten zijn. Wat is nog meer in die supermarkt dat door ons Surinamers is geproduceerd? Zeker 90% van de producten die wij kopen in de supermarkets zijn importproducten. Wat betekent dat? Wanneer de situatie slecht is en die koers als gevolg daarvan 20 is, zal elke prijs daarvan afgeleid worden. En als die prijs daarvan afgeleid wordt, dan is die prijs hoog, ja. Ik vind ook dat die prijs hoog is. Maar voor dit moment is er geen oplossing. Of moeten we alle inkomsten die we hebben toch verbrassen door aardappelen en uien te kopen? Dat kan ook een beleidskeuze zijn. Maar komen we dan vooruit ermee? Liever we haren riempje zo strak, maar step by step. Kijk, die koers is losgelaten. Al een aantal maanden, maar het is stabiel. De koers gaat niet meer naar boven. Dat is alvast een mijlpaal. Richting stabiliteit. En ik, nogmaals, dingen zijn duur. Ik vind dat helemaal. Maar wat ook moet gebeuren, en ik heb die president ook gezegd, van jouw minister van Economische Zaken, even naar Mipres met ons lagasma. Ik vind dat ze niet deugt. Eerlijk. Want, meneer Ganes, if me by a mond kap die zie. En ik heb de stukken van import. Dan zie ik van, luister, het kost 10 dubbel cent, bij wijze van praten. Logistieke kosten, alle kosten, 5 cent, winstmarge, dan moet het 15 cent kosten. Maar het kost 1,50. Dan moet je toch optreden als overheid. Dan moet je toch optreden als ministerie van Economische Zaken. En dat gebeurt niet. Als het ministerie van Economische Zaken doeltreffend zou optreden, dan weet ik zeker dat de prijzen van een heleboel dingen met 10-20% omlaag kunnen gaan. Daar verwijt ik de regering wel. Die minister kan het die job niet aan. Die minister is het. Is, en eenmaal u daarover praat, heer Jogi, in die hele. Ja, in die aantal ministers die we hebben nu. Want ik heb laatst ook met uw collega gesproken van de fractieleider van de VHP, pardon, de heer Aziz Kumar Gayadin. En hij geeft aan dat volgens.
naar zijn berekening inzage op dit moment het niet alleen één minister is, maar zeker 3 tot 4 ministers die bedankt zouden moeten worden. Ik heb dinsdagavond, gisteren 8 dagen geleden, aan de president gezegd, ik heb 3 namen hier voor ministers die u naar huis moet sturen. En ik heb ook 3 namen hier die ik kan geven om in te vullen. Dus ik ondersteun wat meneer Gayadin heeft gezegd. We moeten durven om dingen die niet goed zijn, daarmee af te rekenen. We moeten geen stinkende wonden achterlaten. Ja, en we hebben laatst de reacties gezien vanuit leden, of schoon de vicepresident nu met zich heeft gesproken. Maar dat leek toch op een bepaald moment, ja, een beetje ernstig wanneer men een vicepresident toch wel oproept om de stekker eruit te trekken. Kijk, dat is een aangelegenheid van ABOP. De vicepresident, meneer Brunswijk, is voorzitter van ABOP. En ik denk dat dat een vraagstuk is dat op zijn bord is gelegd. Ik weet niet of het een opzet is, of het vanzelfsprekend is. Daarmee zal hij moeten dealen. Het is niet een aangelegenheid. En wij houden ons bij ons lees. Ja, maar de stekker eruit trekken voor deze regering op dit moment, wat zegt u daarop? Ik zie geen redenen om die stekker eruit te trekken. De regering is op de goede weg. Er zijn fouten die gemaakt worden. Niet alle ministers zijn even sterk. Niet alle coalitiepartners focussen zich op herstel van de situatie in het land. Maar langzaam maar zeker, wanneer dat kan komen en iedereen op één lijn is, gaat het herstel sneller komen, denk ik. En zijn we sneller uit die crisis. De aandacht is niet verdeeld. Ik denk dat we op spoor zijn. Dingen moeten een beetje sneller, een beetje anders. Maar de hoofdlijnen, daar zijn wij akkoord mee. En is het werkelijk zo dat alleen de VHP het hoofd biedt aan de crisis in het land? In elk geval, er is een regering die het land bestuurt. Onder aanvoering van de president en de vicepresident. En van de VHP kan ik zeker zeggen dat de VHP haar uiterste best doet. Ook daar zijn er een paar zwakke ministers. Laat me dat duidelijk onderstrepen. En de andere partijen doen ook hun best. Maar misschien moeten ze harder gaan werken. Waarom ik die vraag stelde, dat werd onlangs aangegeven in een interview door vicevoorzitter van het parlement, de heer Deu Charman, dat hem dat sterk opvalt dat alleen de VHP ervoor staat om het hoofd te bieden tegen de vele problemen in het land. Ik weet niet of de mening van meneer Charman juist is.